Yo mensen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime, MXM, en vandaag zijn we weer terug in de Black Market, jongens. Er zijn namelijk 3 nieuwe guns in de Black Market. Er zijn 2 nieuwe meleewapens en er zijn natuurlijk nieuwe taunts en van alles en nog wat. Maar eerst gaan we het even over de wapens hebben. Er is namelijk een nieuwe sniperrifle, de DBSR 50. Er is ook nog een nieuwe LMG, de R70 Ajax. Geintje hoor. En dan hebben we ook nog een nieuwe assault rifle, de Peacekeeper MK2. Dit wapen is teruggekomen uit Black Ops 2, want daar hadden we natuurlijk ook de Peacekeeper als een Season Pass bonus. Dus dat is heel erg leuk. Nu hebben we hem in de Black Market, dus ik ben heel erg benieuwd hoe die speelt als we hem krijgen. Daarnaast zijn er ook nog 2 nieuwe melee wapens, de Nunchucks, dus zo'n stokjes. En de Enforcer, dat is een stroomstootwapen, ook super als. Ik hoop natuurlijk één van deze dingen te krijgen. Of een van de oude wapens. Maar we zullen wel zien wat er gebeurt. Ik hoop op het beste. Maar je weet maar nooit met de Black Market. Ik heb 474 crypto keys. Daarmee moeten we het doen vandaag. Daar kunnen we iets meer dan 10 rare supply drops mee openmaken. Ik heb helaas geen cold points gekregen of iets. Dus we moeten het doen met mijn crypto keys. We krijgen natuurlijk ook dingen terug. Dus daar gaan we natuurlijk ook voor. We gaan gewoon beginnen, jongens. Ik ben benieuwd. Hebben we geluk deze keer of juist niet? Een Ruined Body Type en een nieuwe gesture voor de battery. Die gaan we dadelijk allemaal op het einde bekijken, jongens. Maar we gaan eerst gewoon lekker hopen op die nieuwe wapens, jongens. Een Energy en een Solar Firebreak Head Team. Die ziet er wel heel erg mooi uit, ook. Die ziet er ook heel erg mooi. En de Energy on SVG Camo. Die is ook awesome, maar die is niet heel erg nieuw. We willen gewoon wapens, jongens. Hopen op die wapens. En een Serap Good Game Gesture, de Bunny Hop. Dat heeft al een grappige naam. Dus misschien komt er wel wat leuks uit. En de Surf's Up Calling Card. Die ziet er wel lekker kleurrijk uit. En dat is altijd leuk. En een FMJ variant. Dat is nooit zo mooi. En een Julie Contraband. Als dat erboven staat, dan is het een nieuw item. Dus die is ook nieuw. Maar die vind ik een beetje scary. Een beetje spooky. En de Transgression Camo voor de 48 Dredge. Pixel Camo voor de Argus. En de Bunny Hop voor de Prophet. Dat is natuurlijk ook grappig. Monochrome voor de HVK. Een soort Spider-Man lijkt het wel. Een Spider-Man Outrider bodyteam. En Clash Emblem. Clash. We gaan clashen, jongen. Sky, nou, die vind ik nooit zo mooi. Dit mag toch niet tussen de rare supply erop zitten, jongens. Dat kent toch niet. Hé, hey, het hoedje voor de Outlaw. En Dead 2.0 voor de Spectre. Die ziet er wel heel erg ziek uit. Die gaan we sowieso dadelijk bekijken. Er zitten heel veel nieuwe vette dingen in de Black Market, jongens. Maar natuurlijk hopen we op die wapens. Maar dat is altijd een lastige bij Black Ops 3. Ik heb nog nooit geluk gehad met deze soort dingen. Hey, een Fury Song! Die had ik nog niet. Melee wapen, maar... Het is een wapen, maar geen nieuw wapen. Ik wil een gun. Een nieuwe gun, jongens. Of een oude gun. We gaan gewoon blijven zitten... En dan krijg ik weer zo'n poep supply erop voor de Horde. En die gaan we dadelijk ook lekker bekijken. Allemaal dadelijk bekijken, jongens. Oeh, daar is iets. Ah, Argus, dat wordt niks. Energon, Faro Camo en de Black Mamba. Die is wel cool, maar ik hou niet zo heel erg veel van slangen, jongens. Oeh, vind ik maar enge beesten. Storm Camo voor de Manowar. Spark voor de RK5. En de Inferno voor de Haymaker 12. Come on, we can do this. Bunny Hop voor de Firebreak. Heel veel hebben we die Bunny Hop gehad. Nu ben ik wel benieuwd wat dat ook is. En we hebben helemaal niet meer veel cryptokies, jongens. Wordt dit weer een zielige supply drop opening met Maxime? We kunnen er nog 3 openen. En ligt aan de bonus die we krijgen. Maar ik heb er geen goed gevoel. Doomsday, Nomad, Body Team. Ik speel nooit met Nomad. En Spin Circle voor de Battery. Oh, wauw. Die ziet er wel heel ziek uit. Elemental Mage. En So Fresh Spectre. Ja, we hebben nog 1 of 2. 1 of 2. En het zit niet mee. Monochrome voor de Elkar. 9, helaas. En Package Wreckage voor Nomad. Een nieuwe. Ja, we hebben nog 1. Komt hier een wapen uit? Nee, Jam Camo. Joy en Storm Camo voor de Dingo. Oh, jongens. Dit is wel balen, hè? Ik had zorgen op een nieuw wapen, jongens. Of de FFR of de HG40. Maar het zit niet mee. En ja, jongens, ik
Het is allemaal op. We kunnen misschien nog even duplicates burnen. Maar dan hebben we niet genoeg. We kunnen nog één normale spreider ook maken. Eén common. Soms hebben die common spreiders wel wat geks dat er opeens een wapen uitkomt. Maar dat gaat niet bij mij gebeuren. Nee. Helaas. Helaas. Hebben we nog meer duplicates? 2. Ja, dan kunnen we net niet eens meer een normale openen. Helaas. Nou, dit was het. We gaan gewoon kijken bij mijn specialists. Even kijken. Personalize. Black Market Brons. Het is niet eens nieuw. En hij laat niet eens. Oh my god. Show him. Hallo. Hallo. Hij laat niet. Wat moet ik nou? Nou, in ieder geval we hebben... Ah, kijk, hij doet het. Brons met blauw. Niet heel erg mooi. Ik vind die ik heb mooier, maar... Ja, oh, ik heb Samurai aanstaan. En we hebben Joy. Ja, die kennen we allemaal wel. Sweep This. Ja, die is wel iets nieuwer dan die ik had. En dan gaan we door naar de Spider-Man body van deze Outrider. Show it. Kom op. Kom op. Duurt lang. Oké, kijk nou. Dit is ons Spider-Man pakkie. Maar ik vind die ik heb eigenlijk chiller. Wauw, wat is er met de dingen aan de hand, man? En jongens, dit is dan die bunny hoop. Hij doet een gek konijntje na en hij doet een rondje. En hij doet een dansje. Super geinig. En Heart Attack, die kennen we wel. Die kennen we wel. Dan gaan we door naar de battery, waar we best wel wat nieuwe dingen voor hebben. Boom, maar die kennen we natuurlijk. En Spin Circle. Oké, okay, ze doet een heel mooi dansje. Ze is een ballerina. Package Wreckage. Bam! Ja, nou, dat is de Package Wreckage. En For The Horde. Wat is dit nou? Ze doen een soort zombie na. Oké, okay, ze eet iets op. Dan vind ik deze leuker, de Package Wreckage. Dat vind ik echt zo'n derk gesture. Die doet dat altijd in het echt ook. En we hebben een nieuw hoofdje, de Outlaw. Oh ja, dit is onze cowboy. Die zetten we natuurlijk aan. Die is super awesome. En dan hebben we hier ook de bunny hop voor. Die zetten we natuurlijk ook aan. Want die is nieuw. En nieuwe dingen zijn leuk, jongens. Dan hebben we ook nog deze body voor Nomad Doomsday. Die ziet er heel erg mooi uit. En we hebben Package Wreckage. Ja, die zetten we ook gewoon aan. Doen we gewoon. Kan gewoon. Oeh, jongens. Dead 2.0. Die gaan we nu bezien. Hoppapapapap. Hopske, heeft hij een zwaard opeens. En dan steekt hij je neer. En die zetten we zeker aan, jongens. Die is super nice. So fresh. Woep, woep. Nou, ik vind Poplock leuker. Die zet ik aan staan. En dan zijn we alweer bij de laatste uitgekomen. En daar hebben we Solar voor. Oeh, die ga ik zeker wel aanzetten. En dan moet ik heel veel een mooie body bij vinden. Volgens mij past het Hero gewoon wel bij. Kijk eens aan, jongens. Nu heb ik eens een vette fire rig. Ik vind al die helmen lelijk, maar deze vind ik heel erg mooi. En de bunny hop natuurlijk ook voor de fire rig. Nou, en dan hebben we ook nog de Fury Song. Helaas geen van de nieuwe wapens. Dat vind ik een beetje jammer, maar ja, ik heb geen enkele keer geluk gehad met de nieuwe wapens. We zijn wel op zoek gegaan naar de nieuwe wapens. We hebben helaas geen geluk gehad. We hebben pech gehad, maar ja, zo is het nou eenmaal, jongens. Vond je het nou wel een leuke video? Doe dan zeker dat blauwe duimpje omhoog. Als je het leuk vond, abonneer op mijn kanaal als je nog niet geabonneerd was. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Jongens, later.